Het is een vrijdag om met Dirk Jan vandaag van de gedachten te wisselen. Om de eenvoudige reden dat uitgerekend vandaag de Europese Centrale Bank begint met het opkopen van staatsobligaties. Dat gaat ons 60 miljard per maand kosten, 2 jaar lang. Dat is natuurlijk iets wat jou tegen de borst moet stuiten. Ja, wat je dus eigenlijk ziet met de Europese muntunie, is dat die muntunie begint te verbrokkelen. En het enige wat de centrale bank kan doen, is geld bijdrukken om te proberen tijd te kopen. Want bepaalde verschillen in Europa zoals ze zijn, dat zijn cultuurverschillen die een weerslag vinden in de financiële economische politiek, daar kun je niet behangpapier overheen plakken. Dat zul je altijd weer terugzien. Ik vergelijk het altijd met een grote spiegel, een prachtige spiegel, met een mooi raamwerk, een mooi kader, met een barst erin. En wat je ook doet, wat je er ook overheen plakt, die barst zal erin blijven zitten. En die barst is de cultuurkloof tussen Noord en Zuid. Zoals je die in België ook hebt, dus ik hoef dat eigenlijk niet uit te leggen hier. Die is er in Europa ook. En we proberen voortdurend eigenlijk toch dat bij elkaar te houden. Men heeft dat ook laten veroorzaken door de muntunie vanaf het begin te groot te maken. We hadden moeten beginnen met een groep landen rondom Duitsland en de D-markzone. En dan hadden andere landen zich kunnen aansluiten daarbij of een eigen munt kunnen houden. Met een zekere relatie tot die sterkere munt. Nu hebben we iedereen aan boord genomen. Nu is er overal eens een ruzie. We proberen dat toch bij elkaar te houden op een of andere manier. En iets wat heel moeilijk bij elkaar te houden is. En wat je dus nu ziet naar verschillende delen van die crisis. Die begon als een Griekenlandcrisis en het werd dan een schuldencrisis en een bankencrisis. Economische crisis, wegens stagnatie, een sociale crisis, de werkloosheid enzovoort, heel hoog in Zuid-Europa, zitten we nu eigenlijk in de fase van de politieke crisis. En de politieke crisis betekent dat een heel groot deel van de bevolking zich verzet tegen datgene waar ze mee te maken hebben. Dat betekent dus dat de ECB probeert met de oude methode probeert dat te verhelpen. Maar het zal er niet toe leiden dat datgene gebeurt wat zij willen gebeuren, namelijk dat dat naar elkaar toe groeit. Dus dat steeds verder van elkaar afgroeien. En het volksverzet in Zuid-Europa zal groter worden. En we weten dus niet hoe het met die muntunie afloopt. Onder Clinton zou men gezegd hebben, it's the economy stupid. Maar eigenlijk is die muntunie, wat trouwens al in beslist was in het verdrag van Maastricht van 92, dat is pas begonnen in 2001. En men heeft toen, weliswaar bij 2 jaar vertraging, in Griekenland bijgenomen, want je verwijst zelf naar Griekenland. Het gaat, zoals Bart Weverdag daar zei, echt om een machtsspel. Maar dat was een politieke beslissing in eerste instantie. Ik heb een beetje het gevoel dat je boek herleidt tot een economistisch principe. Is het meer dan alleen maar economie? Ja, een politieke beslissing. Als ik dat woord hoor, dan gaan alle alarmbellen af. Een politieke beslissing wil zeggen, naar de hel met de feiten, we doen het toch. En dat zijn meestal regeringsleiders die dat doen, die geen enkele notie hebben van economie, die geen enkel historisch besef hebben wat betreft muntunies die allemaal in de geschiedenis al zijn mislukt. En die zeggen, weg ermee, we doen het toch, wij weten alles. En ze hebben dat gedaan. En wat hebben ze gedaan? De Fransen zeiden, we willen die muntunie, want dan krijgen we een greep op Duitsland. Wat zien we nu? Het tegenovergestelde. Duitsland heeft Frankrijk bij het nekvel. Duitsland zei, we willen, ja, laten we toch die Grieken er maar bij doen enzovoort. En dan komt Cyprus er ook bij. Want dan hebben we vrienden. Duitsland had Freunde, zei Kohl. Nou, die hebben ze nu. Die hebben ze. De enige vriend die ze nog hebben, dat is Holland. En er stond onlangs in de Duitse krant, Frankfurt Allgemeine, stond een zin. We zijn niet alleen daar, Holland is daar. Nou, dat moet ik zeggen, als je de geschiedenis van wat betrekking tussen Nederland en Duitsland een beetje kent, dan zouden we 20, 30 jaar geleden niet hebben kunnen zeggen na het verlies van het wereldkampioenschap voetbal in 1974. Dat had er nog nazinderde in Nederland. En dat nu Duitsland zegt, oh, we hebben gelukkig nog een bondgenoot en dat is Holland. Dacht ik van, dat moet toch wel erg zijn. Duitsland, geen land wordt in Zuid-Europa zo gehaat als Duitsland. Vroeger waren de Duitsers de meest populaire mensen in Griekenland. Ze zijn het meest gehaat. Ik sprak ook wel vaak met Italiaanse collega's die zeiden, de enige campagne waarmee ik kan winnen of verkozen of herverkozen kan worden is een anti-Duitse campagne. En dat zie je dus overal terug, omdat de bevolking verzet zich
Dus niet zozeer tegen de euro zelf, want zij maken natuurlijk niet die monetaire analyse, maar tegen de gevolgen van de euro. En ze zeggen, wat is dit? De falende politici, het establishment, dus iedereen krijgt de schuld. En dat is geresulteerd in Griekenland met Syriza die aan de macht is gekomen. Je krijgt een gebalkaniseerd partijenlandschap in Italië. Je hebt de Podemos in Spanje, waar ook de twee establishmentpartijen wegzakken, onder de 20%. In Portugal in de mito. En het grote vraagstuk wordt natuurlijk Frankrijk in 2017, wat men zegt altijd van ja, die Marine Le Pen heeft geen enkele kans enzovoort. Ik heb haar bezig gezien in het Europese parlement, en ze kreeg maar zelden 1 minuut overigens, en meestal helemaal aan het eind van het debat. Maar als je haar zo bezig ziet, zit daar toch een, zou ik zeggen, politiek professionalisme in, die haar vader gelukkig niet had, maar die haar een mogelijkheid geeft om in de kern van de Franse electoraat door te dringen. En als dan de rest versnippert en mensen krijgen genoeg van de president of van het establishment, of ze zeggen we gaan niet stemmen, dan kun je niet voorspellen wat er uit de bus komt, wat je in de eerste ronde en in de tweede ronde. Dus dat betekent dat volksverzet, daar helpt geen ECB mee tegen. De heer Draghi kan zoveel geld bijdrukken als hij wil. Dat helpt niet. En dat is het probleem waar we voor staan. En dus heel veel mensen hebben gezegd, het ergste van de crisis is voorbij. Van Rompuy zei dat al begin 2012. Barroso heeft dat gezegd. Juncker heeft dat natuurlijk gezegd, maar dat zegt het altijd. Hij heeft het waarschijnlijk op dagelijkse basis. Maar misschien is dat de kater van gisteren. Maar het is zo, het ergste van de crisis, nee, het ergste moet nog komen. Het ergste moet nog komen, maar het is al langer bezig dan Griekenland natuurlijk. Hè? Want het is niet begonnen in Griekenland. Het is eigenlijk begonnen met landen zoals Letland, bijvoorbeeld. Waarvan je trouwens verkeerdelijk zegt dat ze een devaluatie hebben toegepast. Dat is niet waar. Ze hebben nooit een devaluatie toegepast. Is dat dan een kleine verkiezing geweest bij het lezen? Maar wat in IJsland gebeurd is? Nou ja, ik heb natuurlijk IJsland gevolgd en als ik het land dat ik me daar vergist heb, wil ik dat herstellen. Maar het is zo dat aanwijzingen van de uitgever vooraan. Landen die een devaluatie hebben doorgevoerd, die zijn er overheen gekomen. En landen die een interne devaluatie doorvoerden, en dat is bijvoorbeeld Ierland, die zie je ook dat ze zich herstellen. Het probleem is dat daar loopt die cultuurgrens in Europa niet langs. Die loopt langs, zou ik zeggen, mediterraan Europa en Noord-Europa. En Noord-Europa heeft altijd de traditie gehad van te sparen, investeren, innovatie, productieverhoging enzovoort. Zuid-Europa heeft de traditie gehad van consumeren, inflatie, devaluatie, zo nodig. En dat is een hele andere manier van met geld omgaan. Maar daarachter zit ook een heel andere levenswijze in Zuid-Europa en Noord-Europa. En nu probeer je eigenlijk gedwongen die twee levenswijzes om die te harmoniseren. En daar komt die spanning uit voort. Als ik zou zeggen, om maar eens dichter bij huis te blijven, ik haal een Amerikaan hier binnen. En die Amerikaan die gaat er zitten en die zegt over Belgium, daar stuur ik mijn kindje op af. Al dat gedoe met die 6 regering, 1 regering. Meer macht bij de regering, een beetje meer macht bij de koning, 1 parlement, 1 beleid. Wat zou er dan gebeuren? Dan zou België over een korte tijd niet bestaan. Want die spanningen zouden zo groot worden dat ze desintegreren. Dat proces zie je dus in Europa ook. In dat opzicht heeft men natuurlijk in België gezien dat als je dat toch doet, je houdt vast aan dat eenheidsdenken, ja, dan zal het onder elkaar vallen. In Europa zijn we een beetje dat eenheidsdenken te bouwen. En we zien nu dat niet gaat. En wat zegt men? We gaan toch door. Ongeacht dat. Het is een politieke beslissing. Dat betekent door hell with the facts. En ja, de hel stuurt dan wel de gevolgen naar ons toe. Namelijk datgene wat er nu gebeurt. En dat is niet iets wat gisteren is uitgevonden of door mij. De eerste grote bijeenkomst over de euro heeft plaatsgevonden in het Europese parlement in 2011. Kan een discussie, een seminar georganiseerd en daar een journalist uitgenodigd onder de naam Johan van Overtveld. Hij had een boek geschreven over de euro, een zeer interessant boek. Het einde van de euro. Ja, zijn aanvankelijke titel was The Endgame. Want ik had zijn manuscript bekeken
eigenlijk zeggen, ja, dat is geen goede titel, joh, dat kun je niet, dat verkoopt niet. Ik weet een veel bittere titel, The End of the Euro. Nou, dat was natuurlijk toch een beetje, ja, moet dat nou doen en zo. En de titel van het seminar, het was ook het einde van de euro. En toen gingen we die posters ophangen met de titel seminar het einde van de euro in het Europese parlement. Ja, dat is zoiets als een kardinaal die bij de paus komt en opmerkt dat God misschien niet bestaat. Dus er kwamen mensen naar me toe en zeggen, die poster, zit jij daarachter? Heb je geen andere dingen te doen dan zulke dingen te zeggen over de euro? Weet je wel waar je mee bezig bent enzovoort? We zeggen, we gaan het toch doen. Dus we hebben een zaal besteld. En van Overveld die kwam. En die zaal was vrij goed gevuld, maar iedereen was doodstil. En hij begon rustig te vertellen, zoals een klinische monetarist, wat er zou gaan gebeuren. En hij zei van, nou, dan gaat dat gebeuren. En dan krijgen we een periode van doormodderen. Daar waar we nu in zitten, doormodderen. En op een gegeven moment loopt dat vast, omdat de interne devaluering zorgt voor ontzettend veel volksprotest. Wat we nu zien. En dan is de enige mogelijkheid nog dat Duitsland verlaat de eurozone. En als Duitsland verlaat, de eurozone overigens verlaat, dan verlaat ook Nederland mee, en Finland mee, en Oostenrijk mee. En dat is eigenlijk het einde van de eurozone. En dat heeft hij dus voorspeld nu, hij kan dat niet herhalen als minister van Financiën natuurlijk. Maar zo'n geluid in het Europees parlement hoor je van niemand. Want niemand wilde dat geweten hebben. Als ik dat zou zeggen in een commissievergadering, dan zou ik buitengesmeten worden. Dat is wat je in je boek het voorstel van de guldenmarkt noemt ook. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk, ik vind dat het parlement moet eigenlijk twee dingen doen. Een parlement moet niet alleen moet controleren, dus begrotingen enzovoort. Dat is het Europees parlement al vrij moeilijk. Als je kijkt naar de begrotingscontrolecommissie, het is toch een grote begroting, dan zijn daar misschien 5 mensen die de kar trekken. Als je kijkt naar de commissie Buitenlandse Zaken, zitten er 170 mensen in. Dat is een vrij groot verschil. Ja, helemaal brok. Ja, en dan ook, maar die telt voor 5. Maar het verschil is natuurlijk zeer groot. Mensen zijn niet geïnteresseerd in die grote rapporten door te nemen. Ze willen allemaal op reis gaan enzovoort. Maar die rapporten doornemen is een basistaak van het parlement. Omdat je de begroting moet controleren en kwijting moet verlenen of niet verlenen. En het tweede aspect van het parlement is, je moet een voordenker zijn, zoals het in Duitsland heet. Je moet een beetje vooruitdenken en een blik voor dat komende ontwikkelen. Nou, dat wil het parlement niet, omdat het parlement veel lijkt op een geloofsgemeenschap. Alles staat al vast. Ik doe me wel eens denken aan een grapje in de Sovjet-Unie. De toekomst staat vast, alleen de geschiedenis kan nog veranderen. Maar we moeten daar heel even in zijn. En daar zijn we dan mee bezig. Met de structuur van de Europese instellingen zelf. Het Europees parlement is geen volwaardig parlement. Het kan zijn regering niet afzetten. Ja, dat moest er nog bij komen. Het is ook geen staat, want de Europese Unie is ook geen staat. Dus je kunt nooit een parlement hebben dat dezelfde positie heeft als de Tweede Kamer of een Bundestag. Je hebt een commissie, je hebt de Europese Raad en het Europese Parlement. En ik moet zeggen dat het Europese Parlement heeft heel veel macht erbij gekregen. Dus, de burgemeester die had het over de eerste directe verkiezingen van 1979. Sommigen van u zullen dat goed herinneren. Ik was toen student. Ik ging ook mee op toeren met van die folders van kies voor het Europees Parlement. Want dat wordt het. Het Europees Parlement heeft nu weinig macht, maar als het meer macht krijgt, dan zal het eigenlijk het centrum van het Europees debat worden. Dat dachten wij toen, en dat had het ook moeten worden. Toen ik assistent werd in het Europees Parlement, was het zo dat het was heel gezellig, het was een familie. Mevrouw Maas kan me goed herinneren, die was er toen ook. Veel huidige parlementsleden waren toen assistenten. Het was een kleiner parlement natuurlijk, en we hadden één beeld, meer macht naar het Europese parlement, was een kleiner Europa. Maar het einddoel stond niet zo echt vast, dus niemand sprak over Europees federalisme. En dan heeft het Europese parlement meer macht gekregen, en dan zag je eigenlijk dat het meer macht krijgt, maar de opkomstcijfers, behalve in België uiteraard, de opkomstcijfers die daalden. En het animo voor het parlement werd steeds minder. En de agressie van de publieke opinie ten aanzien van het parlement werd steeds groter. Als ik dan in Nederland kwam, dan zeiden ze, ja, wat doe je daar bij die tent?
Je kon in Nederland bijna beter in de gevangenis hebben gezeten dan in het Europese parlement hebben gezeten. Dat is echt waar. Dan, Piet Dankert heeft dat ooit gezegd, die zat er zelf in, dat was zijn ervaring. Maar die dronk zoveel als Jonker. Daar tegen Jonker kan niemand op, hè. Dus het is eigenlijk zo dat daar is een verschil ontstaan tussen datgene wat de toename van de macht en het aanzien van het parlement. En dat is dus een kloof eigenlijk, een gebrek aan representativiteit van het parlement. Dus het parlement worden veel dingen besproken die niet bij de publieke opinie leven. En de dingen die wel bij de publieke opinie leven, ja, daar hoor je niemand over. En dat is dus, het is een wereld op zichzelf geworden. En de basistaken van het parlement, ja, die worden eigenlijk niet goed uitgevoerd. En dat is de kern van mijn kritiek eigenlijk. Dat is de kern ook van uw boek, maar tegelijkertijd, dat begrip is al heel lang gelanceerd. Dat begrip heet subsidiariteit. Eigenlijk werd al lang beslist dat dat eigenlijk de basis zal zijn van hoe de verschillende instellingen moeten functioneren. Ja, ik ben erg voor subsidiariteit. En wat belangrijk is, dat de instellingen zich ook aan subsidiariteit houden. Wat ik zie is precies tegenovergestelde. Men bemoeit zich overal mee. Het Europese parlement wil het ene fonds naar het andere fonds oprichten. Als bijvoorbeeld het Europese parlement wil het Europees Fonds voor de Havelozen oprichten. Ik heb daar tegen gestemd. En het verwijt is dan, joh, je stemt niet alleen tegen Europa, maar ook nog tegen de havelozen. Dus je bent asociaal. Ik zeg, ik ben niet tegen de havelozen, maar de lidstaten kunnen er beter voor zorgen dan de Europese Unie of het Europese parlement. En men gaat door met de proliferatie van agentschappen, van fondsen. En men denkt daarmee al met een soort van micromanagement eigenlijk de wereld te kunnen verbeteren. En je ziet dat dat niet lukt, maar die analyse wordt niet gemaakt. En op een gegeven moment, dat is deel eigenlijk van die kloof tussen burgers en het Europese parlement. Maar wat mij toch verbaast is dat je geen vragen stelt bij de lidstaten, dus de natiestaat. Dat moet voor jou blijkbaar de kern blijven van wat Europa. Terwijl, als ik naar Vlaanderen kijk of naar andere landen die al federaal georganiseerd zijn, ik denk maar aan Spanje en ik denk aan Duitsland, dat daar heel andere pogingen zijn om dat in te vullen dan met lidstaten. Vlaanderen zou waarschijnlijk graag een lidstaat worden als het ooit zover komt. Ja, dat is natuurlijk een zaak die zou je aan iemand anders moeten vragen in deze zaal. Maar u zegt lidstaten. Ja, kijk, lidstaten, het is een Europa van de volkeren. Het is dus niet één Europese volk. Als je dat basisverschil niet maakt, dan ga je helemaal de verkeerde kant op. En als je nu kijkt naar de lidstaten, inderdaad, die lidstaten vormen het fundament van de Europese Unie. Maar kijk eens naar nu. Wie moet er overal naartoe om problemen op te lossen? Is dat meneer Juncker als hoofd van de commissie? Of is het mevrouw Merkel als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland? Het is duidelijk dat als er een crisis is, dan valt eigenlijk die instellingen worden binnen korte tijd machteloos en de macht valt terug naar de regeringsleiders van vooral de grote landen. Als klein land moet je dan dicht bij een groot land zitten om wat in te fluisteren. Dat is eigenlijk wat Nederland doet met Duitsland. Waardoor dus Nederland plotseling als een grote bondgenoot van Duitsland wordt gezien in Duitsland. Dus wat zie je? Mevrouw Merkel moet naar Poetin. Mevrouw Mogherini, weet je wat ze daarvoor noemen? Federica Mogherini. Ik denk dat Poetin niet eens weet wie dat is. Dat is voor uw informatie de nieuwe hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Ik denk dat als zij zeggen, ik ga naar Moskou om Poetin even recht te zetten, Poetin zegt, nou laat hem maar komen. Maar wie komt daar? Mevrouw Merkel zal die dat niet meedoen, want dat is een historische bewondering van Rusland voor Duitsland. Al zou je denken dat het anders zou zijn, maar dat is niet zo. En trouwens omgekeerd ook. Dus als mevrouw Merkel komt, ja, dan is Poetin toch geneigd om te zeggen, ja, mevrouw Merkel komt, daar moeten we naar luisteren. Althans, dat is serieus. Kijk nu naar de eurozone. Nou, de eurogroep, daar moet met monsieur Moscovici, hè? Die mensen die zijn er wel, meneer Juncker opnieuw. Ik wil niks negatiefs zeggen verder over die man. Hij pleit nu trouwens ook voor een Europees leger.
U kent toch de omvang van het Luxemburgse leger? Dat is een muziekappel. Ja. Zo kan ik ook tegen anderen zeggen waarom we een Europees leger vormen. En jij zat daar te trommelen. Ja. Kunnen we niet serieus nemen. Wie wordt het wel serieus genomen? Duitsland. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in de eurozone? Is Duitsland. Ik was een keer op zo'n bijeenkomst van de eurogroep. Als toeschouwer en toeschouwend parlementslid. En dat was heel eenvoudig. Er was een tafel en daar zaten die mensen allemaal omheen. En die Moscovici was toen nog minister van Financiën van Frankrijk. Die hield er dan een heel verhaal met een regeling en een formule waarbij je meteen wist, Frankrijk komt dat goed uit. En nog wat andere mensen spraken. En dan was daar de man in de rolstoel, die een beetje nors voor zich uitkijkt. En die sprak en dat was het. En de week daarna verliet iedereen de zaal, want iedereen wist dat de keizer heeft gesproken. En dat is Duitsland. En als Duitsland zegt, we betalen niet meer, dan is het afgelopen. Met de euro of met Griekenland. Dus je ziet die instellingen, het is prachtig natuurlijk, en dat zou idealitair allemaal zo moeten werken. Maar als er een crisis is zoals die er nu is, en Europa zit in een turbulente tijd van crisis, de interne eurocrisis, de crisis ten aanzien van Rusland, de immigratiecrisis vanuit het zuiden, de opkomst van de Islamitische Staat aan de Libische kust, en zij zullen veel vluchtelingen Europa insturen, zullen de grootste mensenhandelaar worden van de afgelopen 10 jaar, om Italië te destabiliseren. De Grieken dreigen trouwens al honderdduizenden vluchtelingen Europa in te sturen, vermengd met terroristen. Wel, dan zie ik, je ziet dat de instellingen die kijken in de spiegel, ze weten niet waar ze het moeten zoeken. En dan zijn het de lidstaten en de leiders van de grote landen die bijeenkomen en die voor oplossingen moeten zorgen. Dus dat wil ik maar zeggen, er is dus de fictie die we leren in de handboeken van de theorie van de Europese Unie, die we moeten studeren als student, dat heb ik ook allemaal gedaan, en dat is de praktijk. En die praktijk is anders. Maar bewijst jouw analyse niet uiteindelijk dat de lidstaten inderdaad hun egoïsme laten voorgaan? Het gaat om de uitvoermogelijkheden van Duitsland, het gaat om de controle in de vrije economie, zeg maar de grootste leners geweest aan Griekenland bijvoorbeeld. Ik zie nu inderdaad, wat je zegt, Panos Kaminos, je zegt het terecht. Maar één ding, je zegt hier, Duits egoïsme en Duitsland is het grootste geldschieter van Griekenland. Ja, als Duitsland zo egoïstisch was, waren ze nooit aan zoveel geldschieterij begonnen. Duitsland is de grootste geldschieter van Griekenland. En de Grieken die ik ken in het Europese parlement, het was ongelooflijk. Het eerste waar ze over beginnen, en die meneer Kamenos hebben ooit een diner mee gehad. En dat eindigde in een slaande ruzie. Hij is overigens nu minister van Defensie geworden. Dus ik zal het niet nog een keer doen. En toen hebben wij aan tafel zaten en hij zat naast mij en begon over vorderingen op Duitsland voor herstelbetalingen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Hij had er ook al een bedrag opgezet, namelijk 160 miljard euro. En hij meende dat ook. Trouwens, een algemene gevoel is dat in Griekenland. En hij dreigt voortdurend en zegt, als wij geen geld krijgen, dan gaan we met Moskou samenwerken. Dat mag hij doen. Voor zolang hij denkt dat meneer Moskou volle kassen heeft, want die heeft men niet meer. En nou dreigen zij met het zenden van honderdduizenden vluchtelingen in Europa heen. Ja, is dat? Wie is hier dan egoïstisch? Ten eerste leef je ver boven je stand, je smijt met geld, dan krijg je leningen om er bovenop te komen, die programma's die voer je maar half uit, en dan ga je dreigen met het zenden van vluchtelingen in Europa, om naar Moskou te gaan enzovoort. Er komt een keer een einde aan dat geduld. En dat zal niet meer zo lang duren als Griekenland zo doorgaat. Nee, maar de eurolanden zullen daar schuld aan. Want in 2002, het is het einde, zie je het mij persoonlijk gezegd, wist men eigenlijk dat al opgeblazen begrotingen waren in Griekenland. Er is achteraf ook gebleken dat Papandreou moest erkennen dat zijn begrotingstekort helemaal gefeest was, vervalst was. Dus men wist het eigenlijk bij andere landen ook wel. Waarom heeft men het zo lang laten sudderen? Nou, ik werk in die periode in de Europese Commissie. En het was zo dat men, omdat Italië erbij was, moest Griekenland op een gegeven moment ook bij. En men heeft gedacht, Griekenland is een klein land, dat kan de eurozone wel aan. 2% van het hele. Dat is dus weer, misplaatst idealisme. En de werkelijkheid is breed met misplaatst idealisme. Dat zien we dus nu.
Men heeft gezegd, oh, die kloof is maar klein, dat kan er wel bij, dat kunnen we wel verdragen. Dan hoorde je wel verhalen van begrotingstekorten die eigenlijk wat hoger waren, dat het niet echt klopte. Daar ging men lang eens heen, want ja, de euro zal vanzelf alles naar elkaar toetrekken. Een automatisme. Die problemen lossen zich vanzelf op. Het is zoiets als met schulden die vanzelf verdwijnen, weet je wel. Er is ooit een minister geweest in uw land die daarvan uitging. Wel een succes geweest overigens, die man. Kijk, in Europa doen we precies hetzelfde. Eigenlijk, als je de geschiedenis van België goed kent, dan kun je dus de toekomst van Europa voorspellen. Ik heb dat ooit een keer tegen in mijn toespraak zo gezegd. En daar zat dan de termen, want ik was dan voorzitter, roterende voorzitter en verhofstok enzovoort. En die mensen keken me heel boos aan. En ik werd ook nooit meer uitgenodigd voor recepties. Maar ja. Al te veel, hè? Maar ik vind, je moet als je in de politiek zit, dan moet ten eerste wat nodig is een historisch besef. En ten tweede is een goed inzicht in economische realiteiten. En als je dat niet hebt, wordt het een puinhoop. Ik ga met jou mee dat je zegt, Europa zal Belgisch zijn of niet zijn. Ik denk dat dat wel klopt. Aan de andere kant, de eerste die geknoeid hebben met het groei- en stabilisatiepact waren Frankrijk en Duitsland. Duitsland is onmiddellijk boven de 3% gegaan van het tekort dat ze mochten hebben. Frankrijk is zelfs niet ondergeraakt. Wie heeft dan eigenlijk wie bedrogen? Ja, zij hebben de zaak ook bedrogen. Kijk, in die periode zat ik ook in de Europese Commissie en werkte voor Bolkestein. Duitsland was bezig met een hervormingsproces en ze hadden geld nodig daarvoor. Wilden daar niet onder blijven. Onder de 10%. En Frankrijk zat er boven, had er altijd al boven gezeten. Ze zitten nog boven trouwens. Op een hele prestatie. En op een gegeven moment zei de voorzitter van de Europese Commissie, meneer Prodi, het stabiliteitspact is stupid. Ik dacht, is hier een kleuter aan het woord of zo? Stupid, in Le Monde, meen ik. Bolkestein, de week erop, was in een Nederlands programma, het Buitenhof, waarin hij verschillende dingen deed. Hij had kritiek op de premier van België, op de voorzitter van de Europese Commissie en de president van Frankrijk. In dat ene programma. Dat is natuurlijk niet niks. Huh? En hij zat maandagochtend in de trein van Amsterdam naar Brussel. En hij kreeg Prodi aan de lijn. Althans, hij belde mij op en hij zei, ik heb net Prodi aan de lijn gehad. En die is heel boos, want ik had kritiek op hem enzovoort. Want hij had kritiek op Prodi en Prodi had gezegd, het stabiliteitspact is stupid. Ook zijn ze hem gezegd, als je dat gaat doen, zet je de sluis open. En de waterbouwkundige is natuurlijk meneer Prodi niet, dus die heeft geen benul wat dat betekent. En men is daarmee doorgegaan en Bolkestein, wij wisten niet wat er gaat gebeuren, wordt hij uit de commissie gesmeten ofzo, dat had ook nog gekund. Dus ze moeten allerlei rampenplannen voorzien om het in te houden. Maar dat was de opvatting van de voorzitter van de Europese Commissie, de behoeder, de hoeder van de verdragen, die zegt dat het verdrag stupid is. Dat de economische basis is voor de muntunie. Terwijl zelf professor economie is. Nou goed, we kennen de staat van de Italiaanse economie. En als je dat ziet, en je mag er niks over zeggen, dat betekent dat je dus volledig de verkeerde kant op gaat. En men gaat volledig de verkeerde kant op, want dat denken, dan die integratie, dat is een soort van geloof geworden. Je mag er ook wel niks meer over zeggen. He, dat is dus die kardinaal die in Sixtijnse kapel binnenkomt en zegt van misschien bestaat God niet. Dus je mag dat niet zeggen. In een kerkgenootschap of een kerkgemeente, heb je een geloof, word je getoetst aan je geloof. En in de Europese Unie is dat geloof ook echt een geloof geworden. En het Europese parlement is een tempel geworden. Waar het gaat over de vraag, geloof je of geloof je niet? Dus ik heb vaak die hearings gezien met aanstaande commissarissen. En ben dan verder toe geweest om het gewoon te kijken. En wat je daar zag is dat die aanstaande commissarissen werden getoetst op de vraag, geloof je in Europa? Dat wil zeggen het Europese federale idee. Nou, dat was voor sommigen natuurlijk wel moeilijk. Vooral natuurlijk voor een Britse kandidaat, want die kon natuurlijk zeggen, ik ben een Europese federalist, want hoef je niet meer naar huis te gaan. Dat Europees parlement bleef maar doorgaan met dat intentieproces. Dat is ongelooflijk. Het was ook bizar.
Als je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en de gevaren die men aan het opbouwen was en men die niet wilde zien. En in 2010 nog zei meneer Barroso, de euro is het verdedigingsschild tegen de economische crisis. Nee, de euro is een van de oorzaken van de economische crisis. Maar als je dat zei, oh jee, oh jee. Dus wat we hier zien, dat een hele Europese, ja als ik maar zo mag zeggen, Europese elite, heeft eigenlijk de Europese gedachte de afgelopen 10 jaar, 15 jaar, ondermijnd. En is gaan werken met zogenaamde de politieke wil. Of je moet erin geloven. En het is moeilijk uit deze situatie te komen, maar we zien dus dat het verzet komt van de man in de straat. En als het zover komt, dan zijn we nog niet, dan zijn we nog niet jarig. Toch zou je kunnen zeggen dat voor de eerste keer in het Europees Parlement een echt georganiseerde eurosceptische groepen ontstaan zijn. Jij zou dat noemen eurorealistisch. Ja. Wat is het verschil voor de gewone mensen in de straat? Nou kijk, eurosceptisch is een typisch begrip in het Verenigd Koninkrijk. En dat wordt geassocieerd met tegen de Europese federale gedachte. Maar ook meer, daar zit ook een ondergrond in, een Brits superioriteitsgevoel van wij zijn die voormalige empire en daar op het continent zitten er een paar koekenbakkers, proberen daar wat dingen te doen en zo. Nou, daarom zijn die mee bezig, maar goed, we willen er wel bij zijn. Eurocritisch is, zoals ik zelf, die probeert van tevoren de dingen die aankomen te detecteren en zeggen wat zijn de gevolgen, wat kunnen wij alvast aan doen. Dat betekent dat je kritisch meedenkt met dat proces. Want elk proces heeft moeilijkheden. Dus dat is eurokritisch. En ik heb wel eens een vergelijking gemaakt met Europese elite, als ik zo mag zeggen. Dus die mensen over wie ik het zo net had. Met een vliegtuigconstructeur die een prachtig vliegtuig maakt. En het ziet er prachtig uit. Je wilt zo instappen. En die zegt, kijk eens wat een geweldig vliegtuig. U kunt gratis mee. Het is alleen één ding, die wetten over de zwaartekracht, daar hebben we geen rekening mee gehouden, want dat vind ik zo'n gezeur. Dat is een politieke beslissing, dit vliegtuig. Stapt u in, business class. U stort net zo hard neer als u in een economy zit overigens. Dus dat is wat er is gebeurd. En ik vond dus dat er een fractie moest komen die kritisch zou zijn in het Europese parlement en die dat ook kon zeggen. Nou, die fractie is er uiteindelijk gekomen. We hebben in het begin ontzettend veel moeilijkheden gehad om te overleven. De EVP probeerde van alle kanten ons te ondermijnen, zwart te maken, anti-Europees. Verhofstadt die stond daar dan zo te schreeuwen, al die haven zo ogen. En ze zeiden, we hebben hier alleen maar de pro-Europese meerderheid. En dan kijk je heel boos naar ons. En begon te wijzen, en niet die mensen daar. En dan waren wij gewoon een oppositie zoals in elk parlement. Stel je voor dat in de Tweede Kamer Rutte gaat zeggen en die van het CDA, die anti-Nederlanders, schandalig. Nee, zo is dat niet. Elk parlement heeft een oppositie nodig en een parlement zonder oppositie is een kerkgenootschap. Is een jubelvereniging. En die fractie is er gekomen en die fractie heeft nu meer geloofwaardigheid omdat natuurlijk rechts van die fractie en ook overigens links van die fracties zijn gekomen. Ja, die het ware gezicht hebben laten zien van wat er gaat gebeuren als we de werkelijkheid niet kunnen zien. En dat is de fractie van Nigel Farage. En dat is ook mevrouw Le Pen, die via dat parlement probeert de sprong te maken naar de presidentschap van Frankrijk. En ik ben blij overigens dat de N-VA erbij is. Dat was een van de belangrijke elementen om een grote partij uit Centraal Europa, want zo ziet men vanuit Groot-Brittannië, België, om een grote partij van het Centraal Europa daarin te hebben. Ik heb eraan toegevoegd, het is ook heel belangrijk om een partij te hebben uit Duitsland. Dat is het belangrijkste land van de Europese Unie, zonder Duitse economie is een Europese economie. En die partij is er uiteindelijk, ik ben daar persoonlijk heel veel mee bezig geweest om die te zoeken, te vinden, personen te leren kennen enzovoort. Die is er uiteindelijk ook gekomen, die heeft wel allerlei moeilijkheden. Van een beginnende partij die ik me herinner van Lijst de Dekker. Dat is weinig verschil eigenlijk. Al die dingen die daar gebeuren, die zie je als het ware terug uit eigen ervaring. Maar toch belangrijk dat die fractie die samenstelling heeft.
en nu dat geluid kan laten horen. Die fractie spreekt nu voor de heer Verhofstadt. Dus de heer Verhofstadt moet zelfs geduld hebben, niet zo heel veel van heeft. Moet geduld hebben tot de fractieleider van de ECR spreekt. Klopt, maar bij die ECR, laten we even je eigen rol daarin hebben, want je speelt daar een vrij cruciale rol. Je weet dat je een fractie wil vormen in het Europees Parlement, moet je 7 landen hebben en minstens 25 leden in het Europees Parlement. Jij speelt daar een cruciale rol, want je moest dat 7e land leveren. Ja, en dat land was België. Precies. Ja. Nou ja, kijk, de samenstelling van de fractie vanaf 2009 was zo dat je had de Britse conservatieven en die leverden ongeveer de helft van alle leden van die fractie. Dan een dominante positie. Dan hadden ze Polen met wie het altijd wat moeilijk werken is omdat ze cultureel gesproken wat afwijkende opvattingen hebben die nauw verbonden zijn met het Pools conservatisme. Je moet begrijpen dat Polen is cultureel gesproken 100 jaar ingevroren. En ja, dat heeft ze sporen nagelaten. Dan had je ook partijen uit Letland, andere landen. Dus het was meer een wat vreemde vereniging van Britse conservatieven met Polen, Tsjechen en andere partijen. En zij wilden graag absoluut iemand uit België hebben. En toen kwam ik. En toen ben ik met professor Boekhaart zijn we naar Londen geweest. We hebben examen moeten afleggen bij Willem Heek. Die even ging kijken of we wel in het juiste hout gesneden waren. Of er geen rare snuiters waren die moeilijkheden konden veroorzaken voor de Tory Party. Je droeg een stropdas toen nog. En we hebben een stropdas voor gedaan. We zijn goed uitgekomen uit dat examen. Dus we waren vanaf het begin eigenlijk de gefavoriseerde partner. En het was ook zo dat als de Britse conservatieven een niet-Brit nodig hadden om iets aardigs te zeggen over Britse conservatieven, dan durfden ze nooit een Pool aan. Want ze dachten een Pool die gaat over de homohuwelijk beginnen en zo, en dan gaat hij erover uitvaren. Kwam ik in die rol terecht. En doordat ik in die rol terecht kwam, kwam ik midden in het gevecht binnen die Britse delegatie over waar het naartoe moest, omdat je daar een scheiding had tussen die mensen die bij de EVP wilden blijven, de zogenaamde WETS en Super WETS, en de anderen die een fractie wilden vormen. En die strijd heeft ongeveer 2 jaar geduurd en toen die beslecht was, ten gunste van de mensen die definitief die fractie wilden, toen werd ik vicevoorzitter van die fractie. En daarmee kwam ik ook in het conferentie van de voorzitters in het Europees Parlement. En in die hoedanigheid zat ik tijdens de vergadering van de conferentie van de voorzitters naast de heer Verhofstadt. Dus toen kwam ik er weer tegen. Dat was een moeizaam weerzien natuurlijk, want ik kwam steeds dichterbij. En dat was in het begin, was dat heel... Dan is het geen rol dat je niet bij de ALD, de partij van Verhofstadt, gekomen bent. Omdat er een dictaat van Verhofstadt was dat jij niet mocht komen. Nou, ik weet niet of hij een dictaat had, maar hij zag me natuurlijk liever niet komen en waren verdwijnen als een eenmanspersoon in het Europees Parlement. Maar door die nieuwe fractie, en zoals ik al zei, dat ik daar terecht kwam via de Britse conservatieve vicevoorzitter, ik kwam naast hem te zitten in de conferentie van de voorzitters, nou, dat waren gezellige vergaderingen. Want, ten eerste kwam hij al binnen, dat was heel boos, gaf mij ook geen hand, ging naast me zitten. En dan ging de secretaris-generaal tussen ons in zitten om een soort van Berlijnse muur te vormen. En dan hadden we soms een vergadering naar een Europese top. Van Rompuy en Barroso gingen ons dan brieven over wat er in de Europese top was gebeurd. Dan kwam dus eerst de voorzitter van de Christen-Democraten, Socialisten. Ja, daar kwam hij en hij begon natuurlijk meteen over eurobonds en Europese regering. En hij kan dus in een kleine zaal spreken alsof hij in een stadion staat. En ik zat naast hem en daarna kwam ik al het woord. En dus ik zei gewoon tegen Van Rompuy en Barroso. Ik zeg, nou heer, u heeft de vorige spreker gehoord. Daar moet u vooral niet naar luisteren. U moet het tegenovergestelde doen. En dan werd hij boos. Uiteraard.
daarna liep hij boos weg. En dat is dus ja, een tafereel geweest, dat is blijven voortduren, een soort van kat- en muisspel, een soort Europese Tom en Jerry. En dat is wel vermakelijk geweest, ik heb mij geamuseerd, moet ik zeggen. Ja. Waar voel je nu echt thuis in die ICR? Want je zei zelf, er is al een onderlinge strijd tussen Callan en Kirkhope destijds in ieder geval. Dus een wedstrijd tussen degenen die bij de EVP wilden blijven. Maar tegelijkertijd beschrijf je in je boek ook de conservatieve partij als een sociale klasse, een aparte sociale klasse. Maar tegelijk een paar hoofdstukken verder leg je heel duidelijk uit hoe ze elkaar ook naar het leven staan bijna. Er is voortdurend verraad om de hoek. Ja, de Tory Party is de oudste partij ter wereld en die bestaat honderden jaren en die heeft natuurlijk een hele traditie en die vertegenwoordigt een bepaald, ja, je zou kunnen zeggen in zijn kern, een bepaald segment van de Britse maatschappij. Maar men probeert die natuurlijk wel te verbreden, want het ene segment van de Lords en Ladies en zo is natuurlijk veel te gering om verkiezingen te winnen. He, dus je moet een veel bredere boodschap hebben. En Cameron heeft als het ware geprobeerd die boodschap weer te verbreden en daarmee de verkiezingen te winnen. Je moet je voorstellen, die partij heeft in het parlement van ruim 600 leden, heeft 310 parlementsleden. Nou, dat is geloof ik ongeveer twee keer de Kamer, het aantal leden op de Kamer. Dat is een hele grote fractie. Die mensen willen allemaal wat. En de een wil dit worden, de ander wil dat worden. Dus je krijgt eigenlijk een factiestrijd krijg je overal. En probeer bij mensen tevreden te houden door ze onderminister te maken of chief whip of super whip of wat dan ook. Want ja, kijk, niks is erger dan een politicus die niks te doen heeft. En komt op slechte ideeën. Hij gaat onzin bedenken of zo, of begint te bokken, of hij gaat naar bars en raakt gefrustreerd. Dus men heeft daar een heel sociaal systeem over die parlementsleden. Om ze in de gaten te houden, ervoor zorgen dat ze geen geldgebrek hebben, dat ze geen vrouwengeschiedenis krijgen, dat ze niet dronken worden, enzovoort. Dus niet negatief in de krant komen, want is dat natuurlijk dodelijk. Als doet maar 10% van die fractie dat. Als je dan elk weekend een schandaal hebt, dan kun je het wel vergeten. En wat je wel ziet bij de kwestie Europa, er zijn een paar kwesties die partijpolitiek verdelen. En een van de belangrijkste is Europa. Als je het woord Europa noemt, dat is als het ware een kudde paarden en die slaan hol. En rennen alle kanten op. En maar de manier waarop ze dat doen is onderhuids. Dus het is geen café-ruzie wat je bijvoorbeeld in de Vlaamse politiek zou kunnen zien. Maar onderhuis kan men elkaar afmaken als het ware. Zo, dus messen die vliegen eigenlijk overal rond. En ik zat dus midden tussen die twee facties. In het Europese parlement in onze fractie, die twee facties van die Britse conservatieven. En ze waren bijna even groot. En ik heb dus een paar keer een handtekening moeten leveren voor de kandidatuur van een van de meer kritische leden. En ik werd dan bedreigd door die andere leden weer. Dus ik zat heel oncomfortabel als een soort van ja, Hercule Poirot tussen die twee in, waarbij men dacht van ja, wat moeten we met die vent? Ik moet trouwens zeggen dat als ik dan met die mensen meeging naar een receptie in Downing Street en we hadden overleg met Cameron en dan stelde ik een vraag, dan zei ik, Prime Minister, I have a question on behalf of the Belgian delegation. En er werd enorm gelachen. Dat was, de vraag werd niet eens meer gehoord. Op een of andere manier wekte dat de lachlust van al die mensen op. Maar het is wel zo dat door die rol te kunnen spelen, zat ik in het centrum van die fractie. En zag ook hoe belangrijk fracties zijn in het Europese parlement. Dus het zijn de scharnieren eigenlijk van het politieke functioneren. Je moet, als je een standpunt hebt, moet je eerst een meerderheid vinden in een fractie. En je moet die fractie ook goed, ja, goed kunnen leiden. Want anders kun je in de rest van het parlement niks zeggen. Kun je in die ene minuut mag je niks zeggen. Of je komt niet in de buurt, of je krijgt geen goede commissie of wat dan ook. Dus die fracties zijn veel belangrijker dan men denkt. Maar van die fracties is eigenlijk heel weinig bekend. Dus ik heb mijn eigen ervaring met die fractie genomen om te laten zien hoe belangrijk fracties zijn.
ga natuurlijk niet voor de NVA spreken, want ik vermoed dat zij dezelfde problemen hebben gehad met iedereen te geven wat ze nodig hadden. En nogal uiteenlopende facties binnen die partij. Maar heb je die vraag ook gesteld? Is die vraag van mij? Nee, ik kom naar jou. Maar heb je die vraag ook gesteld? I'm here on behalf of the Belgian delegation. Toen u meneer De Wever introduceerde bij Cameron. Nou, kijk, dat verhaal is heel eenvoudig. Dat was op verzoek van de leider van de Britse delegatie. En die, op een gegeven moment moet je gaan zoeken naar nieuwe partijen. Je kunt niet gaan zitten wachten tot de verkiezingen zijn geweest. Want dan zou de EC het risico lopen om zich heen te kijken en niemand is niemand meer te zien. En dan heeft hij niet meer zeven nationaliteiten en dan is de fractie weg. Dat is wat met Le Pen gebeurd is, hè? Ja, dat is tot nu toe. Heeft Le Pen nog geen zeven nationaliteiten. En de Brits conservatieven vroegen aan mij van ja, we horen daar over een zekere NVA en there's a leader, De Wever. What do you think about that chap? En ik heb gezegd dat. Volgens mij maakt hij een zeer goede indruk. But is he not like the Vlaamse wok? En ik heb gezegd, nee, dat is een grote vergissing die men altijd maakt in het buitenland. En waardoor ook heel moeilijk is om voor NVA, voor mensen die niks van België weten, of van Vlaanderen weten, om een helder beeld te schetsen, omdat tegenstanders er altijd dat erbij halen. Ik heb dus gezegd, er is een partij die is voor de fiscale autonomie bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt heel goed in Groot-Brittannië. Die mensen zijn heel bekeurig. En die denken ongeveer economisch een beetje zoals wij. Ik heb het toen wat mooier gemaakt misschien dan het is. Want ja, ik wist natuurlijk ook niet altijd hoe het zat. En dat was de basis voor een gesprek van hen, eerst op het hoofdkantoor van de NVA. En daarna werd het groene licht gegeven en werd de operatie in gang gezet. Dus de Kerkel die daar zit, die weet er ook alles van. En zo zijn we daar terecht gekomen. En het belangrijkste, dat is dan ook in het boek beschreven natuurlijk, was dat daarmee voor de NVA het internationaal isolement doorbroken werd. Het was bijvoorbeeld heel moeilijk voor de NVA, en dat weet ik uit eigen ervaring, om bijvoorbeeld de Nederlandse premier te kunnen ontmoeten. Want er zat altijd de VLD tussen, of er zat CD&V tussen. En probeerde dat dus tegen te gaan om de NVA permanent in een internationaal isolement te houden. Maar daarmee konden ze eigenlijk die verwarring maken met ja, dat zijn toch rare figuren, daar moet je beter niet mee spreken. Het was ook zo toen Bolkestein op het congres van de NVA gesproken heeft. Dat moest ik ook eens aan hem overtuigen, want hij wist ook niet precies hoe dat allemaal zat. En zijn vrouw ook niet. Dus het vereist een zekere overtuigingskracht om die duidelijkheid te bieden en zeggen van, je kunt met die mensen goed spreken. Dat is niet wat je denkt. En dat is uiteindelijk, denk ik, toch belangrijk geweest voor de NVA. Bijzonder leuk was natuurlijk ook dat de Belgische regering niet op de hoogte was gebracht. Ja, het was zo dat toen we dus in Downing Street waren, toen werd een foto gemaakt. Die foto die is dan doorgestuurd. Nou, 5 minuten, oké. Die foto werd doorgestuurd naar de Libre Belgique en de laatste nieuws. En natuurlijk de bedoeling was dat die foto op de voorpagina de volgende dag zou komen. En niemand wist ervan. En het is ook heel goed geheim gebleven. Dus de volgende ochtend stonden die foto's daar en sommige mensen zullen zich verslikt hebben in een ontbijt. En een van die mensen was premier de Terme. Want de Terme was zelf nog niet in Downing Street 10 geweest. En er was iemand anders, die was hem te snel af geweest. En Cameron heeft mij later verteld dat bij elke Europese top kwam dus de Terme om hem af om zijn beklacht te doen. Maar hij trok zich daar niks van aan natuurlijk. Het verhaal gaat ook dat de Wever moet geantwoord hebben, maar er is geen Belgische regering, ik kan het net ook niet vertellen. Nou, dat was zo dat op een gegeven moment stonden we bij elkaar in de cabinet room en toen kwam er iemand van Foreign Affairs, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, kwam binnen en die ging erbij staan en die zei op een gegeven moment, en dat leek dus een scène die had zo geschreven kunnen worden in Yes Minister. Did anybody bother to inform the Belgian government?
keek wij om ons heen en zeiden, maar daar is nog wel zo'n dag. Met de wereldrecord aan het vestigen. Ja, die was nog bezig met het wereldrecord. En de onderhandelaar, die zat dus niet te onderhandelen, maar die zat in Londen. Ik heb nog een persoonlijk vraagje, omdat je nogal de vloer aanveegt met alle, ja, zeg maar, minder kosher dingen die gebruikt worden in het parlement om dingen te bereiken. Maar als ik jouw verhaal lees, jouw verhaal... Wat is dan minder kosher? Het minder kosher bedoel ik, er wordt al eens laten we zeggen dat er afspraken gemaakt worden, dat er vrouwen niet in het stad zijn, zoals Berlusconi, dat bijvoorbeeld Netschard destijds door een vrouw ongeveer alle verkiezingen verloren heeft, enzovoort. Maar je haalt wel uit naar dat gebrek aan, zal ik maar zeggen, zelfdiscipline van een aantal Europese parlementsleden. Als ik jouw verhaal lees van hoe je als eerste opvolger bij de lijst in Dekker toch op de lijst bent geraakt, vind ik dat ook een beetje vreemd, want je hebt eigenlijk ook de Belgische autoriteiten, de gemeente Lopristi, voor aap gezet door daar niet te wonen, terwijl de champetter moet komen aangaan of je daar wel woont. Ja, maar dat is wat anders dan met Tessin. Dat weet ik. Ik heb geen Tessin gehad. Ik kwam uit New York en ik moest ingeschreven worden ter plekke en dat was een moeilijke procedure. De heer Slanger heeft zelf ondervonden hoe moeilijk die is, hoewel hij in België woont. Ik had me goed verwittigd van wat zijn de vereisten en hoe kan ik dat doen. En ik moest geregistreerd staan in de gemeente, dus daar kon geen interesse weer aan te pas. Die andere dingen waar je het over heeft, kijk, dat zijn verhalen. Ik heb geprobeerd een dwarsdoorsnee te maken van het dagelijks leven in het Europees Parlement. En natuurlijk een gezelschap dat reist en met zoveel mensen, mannen, vrouwen, overal naartoe, altijd weg van huis. Ja, hoeft daar geen tekening bij te maken natuurlijk. Dat is ook voor een deel heel natuurlijk. Het enige ding waar ik voor waarschuw met Tessens en dergelijke verhouding, dat kan dus behoorlijk ingrijpende politieke gevolgen hebben. Zo hebben we een keer met de chief whip zijn we achter een Tsjech aangewezen van onze fractie. Die had amendementen ingediend op een richtlijn tegen het geluid van auto's. Ja, Porsche amendement. En die had dat amendement opgestuurd, dat had hij gekregen van Porsche. Porsche had het gemaakt, hij had op briefpapier van Porsche had hij dat doorgestuurd naar het Europees Parlement. Die man die stond onder de greep van een maîtresse en reed ook in een Porsche rond samen met zijn maîtresse in Brussel om haar te imponeren. Ja, vervolgens verschenen ze samen op Duitse televisie. En toen ben ik naar de chief whip gegaan en die was uiteraard razend. Maar hij zei van, ja, als het een Brit was geweest had ik hem eruit gegooid. But I can't chop a check. Let alone his mistress. Dames en heren, helaas staan ook veel meer in het boek dan die paar anekdotes die we nu verteld hebben. Er staat ook veel meer in over de werking van het Europees Parlement. Maar het leukste is... Hij praat ook over de pers. Ik heb daar zeker over gezwegen, want ik ben zelf van de pers. De meeste journalisten worden wel eens gelijmd, zoals het dan heet, hè, door parlementsleden. Ik moet één ding hem nageven. Hij heeft me nooit uitgenodigd om mee te gaan eten. En dat betekent waarschijnlijk dat het meer met calvinistische zuinigheid te maken had dan met de wetten. Dames en heren, een applaus voor Kurt Jong. Doorbraak. Meer dan een mening.